allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van mij. Het is dinsdagmiddag, mijn kar is al leeg. Ik ga zo op Charles de Gaulle laden op het vliegveld bij Parijs. Dat is een complete vracht voor Frankrijk, voor Nederland, uiteraard. Ja, ik begin hier te filmen en ik weet niet hoe dat de week verder gaat lopen. Ik ga gewoon naar daar naartoe en ik neem jullie mee en ik kijk wel hoe ver dat we komen en hoe dat loopt verder, dus voor mij ook een verrassing eigenlijk. Dus ja, we gaan vliegtuigplaten laden, dus ik heb dat ook nog nooit gedaan. Ik heb geen idee wat het precies inhoudt en maar goed, dat gaan we zo zien. Dus, ik zou zeggen, veel plezier met kijken. Hier is het, maar ja, ik zou niet weten hoe dat ik hier moet komen, hoor, maar goed. Je moet er ook nog een keer uit kunnen natuurlijk. Even kijken hoor, ik draai hem even rond. Hier zo ergens. Kijken of dat lukt. Even kijken of dat lukt. Ah, dat gaat hier wel lukken. Dat gaat hier wel lukken. Ik hou ook echt niks over ook, zeg maar. Maar goed, we zijn rond.
Ja, ik heb even een spanman over het dak ingegooid. Want ik krijg een stapels in die zo breed zijn als de auto, dus ik heb er straks niet meer tussen. Dus je schuift hem er dadelijk in. En dan vallen de spanbanden er overheen als het goed is. Dus. Vandaar even een standje moeilijk. Dat moet ik even. Het is nogal rumoerig hier zo. Zo, ik weet niet of dat jullie enig benul van tijd hebben. Het is 5:30. Maar goed, de kaart zit vol, alles afgebonden. En ik mag richting de zaak. Dat is heel mooi. Maar dat wordt morgen. Dus, ja, voor nu prettige avond zou ik zeggen. Ik ga naar een restaurant, maar ga douchen. Want ik zweet behoorlijk. Het is warm hier zo. Tenminste, warm niet echt, maar... Ja, je staat er even een beetje te klooien. Oh ja, ik heb mijn spanbanden buiten de planken of buiten de kleppen om zitten van de oplegger. Want ja, dat gaat niet anders. Die platen zijn opleggen breed. Dus dat is een beetje puzzelen en doen. Maar goed, het is allemaal gelukt. Ze staan vast. Dus ik ga het poosje rijden. En dan morgen op de zaak. Ja, ik weet niet wat de bedoeling is. Maar goed, dat zien we dan morgen wel. Dus hoppatekee maar weer.
vergeet ik er eigenlijk even bij te zeggen. Die platen, want die mensen noemen dat pallets. Ja, dat is maar net hoe je het bekijkt. Die platen, daar gaan goederen op en die worden dan vastgezet. Er zitten gaatjes aan de zijkant en er worden spanbanden ingehakt. Nou, dan worden daar goederen opgezet en die worden daarmee vastgemaakt. En dan worden ze in een vliegtuig geschoven. Dus daar zijn die platen eigenlijk voor. Ik denk dat ze iets van cargo plates of zo heten. Ik weet het niet precies hoe dat ze heet hoor. Voor ons zijn het gewoon vliegtuigplaten en prima. Ja, ik had gebeld dat ik geladen was en dus vol zit. En in eerste instantie zei die komen naar de zaak. Maar dat is al veranderd, want ik heb een berichtje binnen gehad en we gaan zelf los in Wormerveer. Dus, dat is goed materiaal voor de vlog. Dan kunnen we gewoon doorfilmen. Nou, het is inmiddels woensdagmorgen 8:10. Ik sta op de grens België-Nederland bij Zandvliet onder Berg op Zoom. Daar heb ik even mijn tachograaf op het goede land gezet. Ja, ik ben ook even een bakje koffie aan het zetten. Er is hier verder niks. En ja, ik heb dik 3 uur gereden. Dus ja, ik ga even een bakje koffie drinken. 3 kwartiertjes volmaken. En dan ga ik door naar Wormerveer. Ja, daarna moet ik in Utrecht gaan laden. Had ik gisteravond nog doorgekregen, dus maar prima. Dan zal de dag wel aardig vol zitten straks. Dus maar goed, eerst even een bakkie. Zo, nou de koffie is weer op. Dus we ruimen het koffieapparaat weer op. Hoppakee. Weg ermee. Bekertje opruimen. En dan kunnen we weer gaan rijden.
Nou, we zijn waar we moeten zijn. Dus ik ga hem even melden. En even kijken of ik op de juiste locatie sta. Er staan in ieder geval genoeg paardjes hier zo. Dus ik denk dat ze er nog wel een paar bij kunnen zetten. Nou, hij is open. De spanbandjes zijn eraf. Dus laat de heftruck maar komen. Zo, dat is sneller geregeld als het laden in ieder geval. En dan moet ik even bellen, want ik heb een berichtje. Dat ik even moet laten weten als ik leeg ben, want hij heeft toch misschien wat even tussendoor te laden. Maar ik moet toch voor een bepaalde tijd in Utrecht zijn, dus. Maar goed, ik ga hem even bellen. En dan zien jullie dadelijk wel welke kant we op gaan. Nou, we gaan dus eerst even naar Krukjes, daar gaan we 4 pelletjes laden. Maar ik moet wel, het is nu 11:50. Dus ik hoop dat die mensen even meewerken, want ik moet voor 2 uur weer in Utrecht staan om te laden. Dus, nou ja, goed, dat gaan we vanzelf zien. Ik krijg dit tussendoor, dus nou, dan ga ik daar eerst naartoe. Best. Niet druk maken.
Nou, ik ben bij de laadkant. En ja, ik kan hem proberen om binnen te schuiven. Maar ja, het is allemaal niet direct breed hier zo. Goed. En dus gaan we laden nu.
Pols. Ik ben weer geladen in Utrecht. Ja, de kar zit vol. Dus ik ga naar de zaak. Ik sluit bij deze ook de vlog af. Mocht het zo zijn dat ik nog iets leuks te doen krijg van de week, dan ga ik dat zeker meenemen voor de volgende vlog. Maar voor nu wens ik jullie in ieder geval een prettig weekend. En tot de volgende vlog.